Mensen, welkom naar een gloednieuwe video. Je zou denken, Koen, waarom zie ik twee webcams in beeld? Nou, één webcam zie je inderdaad. Komt dat ik namelijk mijn Elite 1 was gekocht. Ik heb echt goed mijn best gedaan deze week, jongens. Deze week was mijn week Elite 1. Heb ik helemaal zelf gehaald weer. Ik heb het echt goed gedaan. En toen dacht ik van, nou, ik ga gezellig met de boys ga ik even opnemen. Nou ja, oké, daar gaan we nu naar kijken. Zoals je hoort, het is vrij stil. Kom dat de audio niet aan is aan het begin. Wel ja, kan gebeuren. Maar daardoor kan ik jullie wel vragen om te abonneren op mijn kanaal. Doe het hier beneden. We gaan lekker, we gaan goed. En laat een like achter. Doe lekker like. Laten we dan maar met commentaar eroverheen gaan doen wat onze rewards zijn. Ik hou het webcammetje in beeld, want dan kan je zien wat onze reactie was. Zonder geluid weliswaar. Maar je kan wel zien wat we krijgen. We waren Elite 1, toen kregen we de 3 player picks, wat helemaal nice was. En dan kregen we alle racisme dingen. Weg met racisme en zo. Nou, helemaal top. Alleen ik had ze al een keer gekregen, dus ik had ze dubbel. Heb je dan verder niet zo heel veel aan, maar het gaat ook om de message waarschijnlijk. De allereerste player pick kregen we niet meer minder dan. Ja, Hummels en Kimmich. Zijn we daar blij mee? Nou, als je onze hoofden ziet, niet echt. Helaas, dikke vette pauperkaas. Ging uiteindelijk voor Kimmich. Op zich een prima kaart, maar niet heel erg bijzonder. Bij de tweede keuze hadden we keuzes tussen weer een aantal fantastische spelers. Weer Kimmich, Immobile en onder andere ook David. David, wat een fantastische kaart. Ik heb gehoord, David is goed. Dus ik dacht van, weet je wat, dan ga ik lekker voor David. Fantastisch spelertje. In de derde pick kregen we niet meer minder dan, ja. Orsic. En ik dacht, ik ga maar voor Orsic. Orsic heet ik trouwens. Maar toen hadden we dus nog 200 capex. En 2 Ultimate Tots packs wel te verstaan. En wat ook nog een normale Ultimate pack. Erg lekker. In de eerste 100 capex kregen we borden. En het was een Walker. Nee, een oranje. Een man of the match. Duits. Fantastisch spannend. Linksachter. Oh, wie is het? Geen flauw idee. Want hij speelt in de derde league van Duitsland. En zijn naam is hetzelfde als wat ik vaak over mijn piemel zeg. Ah! Lange. In 200k kregen we niks minder dan. Ah, was gewoon Boegman. Ook nu gebruik ik nog even als grap. Hadden we een ultimate pakket en kregen we een Champions League walkout. Dus niks mis mee. Duits. Center mid. Real Madrid. Dan weten we, het is Khedira. Kroos natuurlijk, Kroosje. Maar toen kwamen de packs der packs. De twee ultimate tots. Team of the season packs. De allereerste. Het is een walkout. Het is fantastisch. Het is... Oh mijn god. Oh, dit is niks. Het is Oblak. Het is Oblak. Kan er nog wat goeds achter zitten? Nou, eigenlijk al niet meer. Deze was eigenlijk al verpest. Ik dacht hier al van, dit is niks. Nou, en dat was ook zo. We kregen Hummels en Carvajal. Ja, Carvajal was nog wel 160k of zo. En Hummels 60. En Oblak 70. Dus dat is echt heel slecht. Maar we hadden natuurlijk nog één. Die gingen we ook openen. Weer een walker. Dit is fantastisch. Kijk, we nu wel een goeie. Het is Engels. Het is rechtsachter. Oh, het is Alexander Arnold. 95. Dat is nog lager dan de vorige. Het is ongelooflijk en triest. Het is echt ongelooflijk triest. En daarna kwam ik erachter dat ik mijn audio uit had staan. Dus vanaf nu weer met live commentaar. Mensen! Daar zijn we weer! Wat een loser! En packs en niet opgenomen en zelf gespeeld. What the f*** kan je wel? De mic staat eruit. Wat? Mensen, kan mijn microfoonbronk uitstaan? Maar maakt niet uit, joh. Nou, wie gaan we lekker inleveren? Fernandes. Moeten we nog een bepaald aantal chemistry halen of is dat niet nodig voor deze? Deze is what the fuck, joh. Zou je pack nu Ronaldo, dan ga je echt vet veel spelen. Oké, mensen, we hebben nog 2 deluxe tot ze spelen. Maar er komt nog een team of the season, hè? Team of the season, gewoon definitief. Ja, niet zo fun. Oh, je hebt al gewoon geklikt. Ik heb al geklikt voor de eerste. Bam! Oh, Luis Alberto! Oh, die is zo weg! Oh, Parejo. Wat een meme! Natuurlijk. Nee, dat is wel alles. Ik ben in de wacht. Ik zie het aan jou. Zit ook in de wacht. Oké, de laatste. Doe ook even die megapacks, man. Oké, doe even die megapacks. Ja, gaan we even moet ook een beetje rekken met microfoon. Zal ik even die 100k packs er open? Rol is nu top 100 aan het openen, hè? Besef je dat wel? Is hij hetzelfde als met jou aan het doen? Ja, er zit ook niks zelf, hè? Dat is geitje, toch? Nee, dat is een geitje. Nee, maar Rol zegt het altijd over jou. Echt? Nee, natuurlijk niet. Oh, kan je zeggen? Ja! Ja! Ja, 500k packs! Nee! Wie is dit nou weer? Jordi Quintela! Quintela! Oh, hetzelfde, hoe kan dit? Wat zien we hier nou weer? Wat is dit nou weer? Hyperlink. Wel hyperlink hier. Hoe kan dit nou weer? Ik zal het eerlijk gezien. Er gaat iets hier helemaal niet goed. Wat de mie. Kijk, Hatsa. Als er nou nog Alberto was, hij was hij zit wel gullend geng, hè? Gullend geng. Gullend geng, ja. Komt ie! Oh, het is weer Luis Alberto! Portugal, Portugal. Ook gewoon Die dan? Oh. Ja, Frans, oh, kom op! Oh, Sauvagnier! Nee, dat is niet Sauvagnier. André, dit is zo slecht. Wat zijn die packs slecht, hè? Waarom hebben ze geen Ultimate Team of the Season pack? Nou, EA bel even. Oké. Dan moet je EA heel boos worden op EA. Nee, het is homo! Oh, het is border! Eikel! Oh! Oh!
En toch ineens blauw. Wow. Armani bewaren. Dat is toch een glitch? Oké. Okay. Armani. Wat heb je met Armani? Ja, hou je bek. Ik ben op Cartier. Ik bestel die champas. Oudje van LV. Oh. Of Balenciaga. Pek koning. Moet wel snel zijn, nog maar 6 uur. Assistent, als je kijkt. Daar komt ie. Ja. Ik ben op niks. Oh! Dat is glitch. Ik kan helemaal nog achter zitten. Ja. Het is glitch. Leg Poznan. Legia Warschau. Leg Poznan. Oh. Packhard. Nou, die is een goeie hoor. 100 jaar denk ik. Ik geloof nou. Je kan nog... Doe pijn aan mijn Packhard dit, jongen. Je Packhard. Oh! Na. Mensen, dit was niks. Oké, mensen, daar zijn we dan weer. Nu met geluid helemaal. Ja. Dramatisch. Wat ongelooflijk dom. Echt. Tantoe dom gewoon. Dat ik gewoon echt de hele tijd met het geluid had. Echt niet slim, hè. Nee. Ik heb even over nagedacht. Echt niet slim. Wat Matt er nou ook nog zei tegen mij. Je hebt echt geluk dat je niet Ronaldo packt of zo. En dat je dan je geluid niet aan. Nou, dat was natuurlijk helemaal niks geweest. Maar mijn open gaze packs ook. Waarom doe ik dit? Ga je even laten zien, mensen, hoe goed David is. David, lekkere David. Dan kun je er nog eentje van? Ja, die wil ik wel. Die wil ik wel even openen. Trouwens, mensen, we hebben wat leuk. We hadden natuurlijk eerst de PlayStation actie met Ik Word Goed. Dus kun je nou op Xbox. Dan hebben we nu wat voor de Xbox spelers. Namelijk, oh, wordt je Sokko. Oh, wel CM. Jammer. Op Xbox heb je de Ultimate Game Pass. Dat houdt zeg maar in dat zeg maar Xbox Live. Zeg maar als gewoon in online spelen. En de Game Pass. De Game Pass is zeg maar dat je allemaal games kan spelen. En de Ultimate Game Pass is dat zeg maar samen. En dat verkopen we ook op Ik Word Goed. En als je die nu bestelt, dan krijg je 3 maanden plus 1 maand gratis. Dus je betaalt voor 3 maanden, je krijgt 4 maanden. Nou, dus dat is fantastisch. Het loopt niet heel lang meer de actie, dus ik zou een beetje opschieten. Dus hurry up if you want to buy it. Ik wil te goed. Ik heb iemand dus gehoord die zei dat deze vent echt goed was. Voor al mijn Gent fans. Gent. Gent. Voor al mijn Gent kijkers, welkom. Hopelijk vinden jullie het leuk. Doe een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. Alrighty, let's go. Ik ga die David dus even inbrengen. Lekker inbrengen. Ik ga ook iets in. Oh, zo. Wat voor team speel ik nou? Hij speelt echt TV. Is er nu ineens die Ronaldo en die MLP? What the fuck? Wat een team heeft deze vent. Waar slaat dit nou weer op? Even lekker wisselen. Dan gaan we even. Ja, ik weet niet wie ik uitgehaald. Ik wil Atal eigenlijk wel inhouden. Dan haal ik even dingetje eruit. Promes. Sorry voor de mensen, voor de Promes fans. Ik heb nog steeds Promes in mijn team. Wel ja. Ah, it's magic feeling home. Echt leuk spelen met die David, dat zeg maar de bal niet uitgaat. Dat je dan nog helemaal niet hebt kunnen spelen met die speler, maar waarmee je wil spelen. Dat is echt leuk. Goed, Richarlison sterk. Matheus ook goed. Sokko. Hat, Sokko sterk. Atal, boom, goal. Oh, paal. Ik zit op de paal. Dit is jammer. Oh, set your mind free, man, Atal. David erin. Zo, even zet ook Orizic erin. Ik ben benieuwd naar Orizic. Had ik wel Sim Maximum eruit. Orizic en David erin. David. Oh, David. Oh. Lekker, Orizic. Goed. Balletje door op Orizic. Orizic, goal. Oh, Orizic, geen goal. Die Orizic en die David hebben het gelijk goed samen onder controle. Je zag het al. Hartstikke ideetje. Niks mis mee. Zit Orizic er weer lekker tussen. Dus Sven is het helemaal kwijt. Maar snap ik wel, want dus natuurlijk... Jezus. Natuurlijk is David er niks in gekomen. Nou, dan zou ik het ook helemaal kwijt zijn. Ja, want David is niet zomaar iemand, hè. Dat is gewoon David namelijk. Hatsa, goed. Jongen, ik zweer het je. Ik ben echt goed, jongen. Ja, ik heb natuurlijk ook Elite 1 gehad, hè. Natuurlijk ook wel... is ook niet zomaar iets. Waarom staat mijn camera zo kaulo moeilijk? Zo. Kijk, nee, dit is veel te hoog, veel te laat. Voorzetje, goal, natuurlijk, 2-0. Hè? Ik dacht ik al 1-0 voor stond. En ik zit op de paal natuurlijk met Atal. 1-0, heerlijk, niks mis mee. Goed. David, goal. Nee, David, jongen. David, goal. Heerlijk, David. David. Het zal wel David zijn trouwens. Maar dat boeit me niet. Ik noem lekker David. Davidje, niks mis mee. Je speelt lekker, man. Ik heb een nieuwe favoriete speler gevonden. Ja, mijn beentjes. Oh, mijn beentjes zijn ze helemaal kwijt. Boom! Oh, jammer, David. Mensen, Team Dier Ronaldo, Team Dier Mbappé. Het maakt allemaal niks uit. Het maakt allemaal helemaal niks uit. Als je mijn kwaliteiten wil, dan kan je van iedereen winnen. Niemand doet mij wat. Hij heeft nul schoon opgehaald. Wat een noob. Wat een dikke vette noob. Mensen, ik wil jullie trouwens even weer een kleine update. Ik had dus die gast van... hoe heet het nummer ook alweer? Had ik een bericht gestuurd van luister, ik wil je nummer maken. Oh mijn god, die David. Die David, jongen, wat is dit? Ik had een bericht gestuurd van ik wil je nummer remaken, maar hij wil het niet. Ja. Nou, ik heb het geprobeerd, mensen. Helaas. Buitenspel. Paal. Dat was het, ja. Dat is niet buitenspel, dat was paal. Sorry, was ik even vergeten. Jongen, deze vent is kansloos, jongen. Wat probeert hij? Probeert een beetje nog aan te vallen. Ja, probeer maar lekker, jongen. Geen zo... Dit is... Heerlijk, Ramos. David. Oh, ik bouw ervan. Die wil ik even lekker in het kruising schieten, die bal. We hebben gewonnen. 3-1. Kaasje, appeltje, ei. Dit was echt een makkelijke overwinning. Ik zweer het je, echt makkelijk. Die David is echt goed. Jullie bedankt voor het kijken. Dankjewel. En ik zie jullie bij de volgende video. Ik heb een biertje op.
vandaag. Doei! Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn. En mijn tuin was of beat een beetje vals in het refrein. Maar zo is het wel begonnen, beetje. Ik heb moppen nodig, dus stuur mij een mop mensen via Instagram. Ik ga nu Siri weer een mop laten vertellen. Stuur mij een mop. Koen, K-O-N. Een skelet komt een bar binnen en zegt: een drankje alsjeblieft. En een dweil.